Ik ben Michelle Poort, ik ben LIDER-coördinator voor Utrecht. LIDER is een Europees programma, het staat voor plattelandsvernieuwing van onderop. Dus mensen met een goed idee voor verbetering en vernieuwing van het platteland kunnen bij LIDER terecht om hun projectidee verder uit te werken. Het programma is Europees, betekent dat er ook meerdere LIDER-groepen en LIDER-programma's zijn. In Nederland zijn het er 20, in Utrecht 2 en in heel Europa meer dan 2200. En al die LIDER-groepen, LIDER-programma's, die staan voor vernieuwing en voor innovatie. In ons gebied gaat het over relatieverbetering tussen dorp, stad en platteland. Als voorbeeld wilde ik eventjes dit project hier noemen. We zijn hier op een erf, een boerenerf, van familie Te Voortwis en van de stichting Sympathiek Wonen. Die hebben een samenwerking. Daar vindt agrarische activiteit plaats, een biologische melkveehouderij. En daarnaast seniorenopvang. En zij zijn bij LIDER terechtgekomen met een idee om een sociaal erf te maken. Dus een maatschappelijke waarde toe te voegen aan het erf. Nou, dat vond de LIDER-groep een heel mooi project en hebben dat ondersteund als broedplaats en als voorbeeld voor hoe je je platteland kan vernieuwen en ook de verbinding kan maken tussen stad, dorp en land. Als voorbeeld. We hebben een lokale ontwikkelingsstrategie, er zitten ook thema's aan vast. En dat gaat over bijvoorbeeld voedsel van dichtbij, dat gaat over circulaire economie stimuleren. En dat gaat inderdaad over broedplaatsen, plekken waar functies en doelen gecombineerd worden. Wij werken samen met de programmabureaus Utrecht West, dus de gebiedscommissies Utrecht West en Ogen. En we werken samen met een hele hoop mensen die kennis hebben, die zitten in die LIDER-groepen van het platteland, die innovatie aanjagen. Ze noemen zich ook de aanjagers en ze helpen projecten verder om te ontwikkelen tot project. We zijn in september 2016 gestart. Toen is het opengesteld en sindsdien als onderdeel van Agenda Vitaal Platteland. En sindsdien zijn er 54 projectideeën bij ons binnengekomen. Via cafés, via bijeenkomsten, via excursies die we georganiseerd hebben. Maar ook door intakegesprekken via de plaatselijke groepen, de LIDER-groepen. En van die 54 zijn er nu 8 aanvragen ingediend of zitten in de pijplijn om ingediend te worden. En dat is eigenlijk al 60% van de besteding van het Europese geld. Dus we hebben nog 40%. Mocht je een idee hebben, meld je gerust bij ons. Je kan onze contactinformatie vinden via de website van de programmabureaus of van de gebiedscommissies. Dat is het eigenlijk.